De SPWE is verantwoordelijk voor het bevorderen en stimuleren van klein ondernemerschap. Dat weer moet gaan resulteren in productieve werkgelegenheid. Heeft het daarnet ook aangehaald. We zijn een beleidsinstrument van het ministerie en we vallen direct onder het onderdirectoraat arbeidsmarkt. Ja. Oké, en ik zei daarnet dat het een poststil is geweest, meneer Norejo. Hoe kwam dat? Hoe is het gebeurd? Misschien ga ik het anders verwoorden. Het is niet dat wij stil zijn, dat we ook met de herstart bezig zijn. We waren minder actief en we hebben onlangs een doorstart gemaakt. Vanwege omstandigheden konden we niet langer vertroeven aan de Herenstraat en was toen besloten dat we zouden gaan verhuizen aan de Prinsendijkstraat. En de verhuizing heeft toch wat een beetje lang op zich wachten, maar nu zijn we eindelijk zover. Maar in die tussenperiode waren wij wel heel actief nog bezig met het begeleiden en trainen van ondernemers. En we doen het wel op een heel innovatieve manier. Maar we waren niet zoveel in de picture, maar we waren wel aanwezig wat het nodig is voor de ondernemers, waaronder de mensen met een beperking. Oké, en jullie hebben een herstart gemaakt. Wat gaat het verschil zijn van toen en hoe zal het er nu uit gaan zien? Kijk, nu hebben we gepoogd om met een andere strategie. Dus wat we nu gaan uitvoeren is dat we meer naar de mensen toe zullen gaan, dus meer naar de gebieden zullen gaan en waar mogelijk kunnen we ook kosteloze trainingen, basistrainingen verzorgen, waardoor de mensen alvast een voorproefje mag genieten van wat eigenlijk ondernemen betekent. En de link met de werkarmen van het ministerie, waaronder de SAO, SATTC en coöperatiewezen. En met de SPWE proberen we nu om een hechtere samenwerking te laten vormen. Want per slot van rekening trainen wij jongeren en geïnteresseerden. En je hebt ook degene die besluiten om een eigen onderneming te starten. En dan kunnen ze terecht bij de SPWE. En wat heel belangrijk is nu, is dat we ons curriculum ook gaan aanpassen op basis van de behoeften. Zoals leiderschaptrainingen, communicatieve trainingen. En HRM-training is ook in de maak nu. En dus de approach is nu om zoveel mogelijk naar de mensen toe te stappen. Ja. En waar mogelijk de trainingen kosteloos tot een heel laag tarief te brengen. En meneer Edman, u zei dat de stichting rechtstreeks valt onder het directoraat arbeidsmarkt. Maar hoe is de samenwerking met de stichting of tussen de stichting en het ministerie zelf? De voorzitter heeft het zo net ook aangehaald. Er is nu een hechtere samenwerking tussen die verschillende beleidsinstrumenten. En we gaan er zoveel mogelijk uit moeten putten. De middelen liggen niet voor het grijpen, dus we moeten innovatief zijn. Waar nodig zullen we naar de mensen toe gaan. Wij gaan ook niet stil blijven zitten, we zullen ook gaan voor fondsenwerving. De participatie van ons binnen de Alliantie voor de Mensen met de Beperking heeft ons netwerk verbreed, dus we gaan daaruit moeten putten en het ziet er goed uit. Maar even, u zegt er wordt veel gefocust op mensen met een beperking. Ja. Waarom die keus? Vorig jaar is er een alliantie geproclameerd waarbij wij als SPWI en het ministerie van Arbeid een heel grote rol in hebben te vervullen. En komende 27 februari bestaat de alliantie 1 jaar. En wij als SPWE en het ministerie van Arbeid plus SAO hebben tastbare resultaten neergezet. En ik was gisteren nog in vergadering met de alliantie en het ziet er goed uit voor de mensen met een beperking, ondernemers met een beperking. Ja. Maar welke ondernemers begeleidt de SBWE nog meer? Als je kijkt naar de groepen die wij als kwetsbaar hebben betiteld, of prioriteitsgroepen, zijn het jongeren, vrouwen en mensen met een beperking. Maar er zijn ook mensen die gewoon kunnen binnenstappen natuurlijk voor begeleiding. En vooral jongeren die zitten met een idee of starters. Sommigen zijn al gestart.
ook aan die mensen bieden we de begeleiding en de ondersteuning, zoals Vervat. Maar meneer Noregio, bent u van mening dat er goed gebruikt of genoeg gebruik gemaakt wordt van de SPWE of de diensten die de SPWE biedt? Wat ik kan zeggen is dat het altijd beter kan, ja. Toch? Want we streven altijd naar meer. Dus hoe meer men gebruik maakt van onze diensten, van onze mogelijkheden, dan geeft dat ons ook meer genoegdoening. En we hebben een van onze taakstellingen volbracht. En vandaar dat met de nieuwe approach, dat we zoveel als mogelijk naar de mensen toe willen gaan. En dat we onze doelgroep ook wat extra aandacht willen geven. Want elke doelgroep heeft weer een andere aanpak nodig. Waaronder, we zijn één actor vergeten, dat zijn coöperaties. En in coöperatief verband missen wij vaak genoeg dat die skills zoals budgettering, boekhouding en die zaken, dus daarvoor is eigenlijk de SPW ook nodig. En wat wij nog willen zeggen is, maak flink gebruik van, kom informeren. En waar nodig door de consulenten, maken we een profielschets van de persoon. En op basis van het resultaat kunnen we dan verdere stappen maken. Aan het begin hebben we gezegd, de stichting heeft een poosje een beetje stilgelegen. Of jullie hebben op een lager pitje gewerkt. Dat mag niet meer gebeuren. Als ik zo luister naar hoeveel aanvragen en hoeveel animo er is vanuit de samenleving. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt? Ja, dus wat de SPW nu moet gaan doen is om ervoor te zorgen dat zij ook zelfredzaam moet gaan zijn. Dat ze ook inkomsten moet gaan genereren om te gaan kunnen opereren los van de gebruikelijke subsidie die ze vanuit het ministerie krijgen. Want per slot van rekening, hoe zij ondernemers moet gaan vormen en begeleiden, moet zij ook SPWE als een eigen onderneming kunnen opereren. En waar het kan, waar het mogelijk is, gaan we ook proberen om de kosten zoveel als mogelijk te onderdrukken. Een van de voorbeelden is dat we dan intern ook trainers zullen gaan trainen, waar we dan zoveel als mogelijk onze eigen trainers kunnen inzetten, waardoor het ook voor de toekomstige ondernemer veel goedkoper zal uitkomen. En ook voor de SPWE, dat ze dan een lagere overheidskosten kunnen hebben. Oké, meneer Noregio en meneer Edman, bedankt voor deze informatie. Tot zover het gesprek met de heer Rowan Noregio van het ministerie van Arbeid en meneer Etienne Edman, de directeur van de SPWE. We hebben het gehad over de herstart van de SPWE en u heeft het gehoord. Maakt u gebruik van de diensten die deze stichting biedt. Deze stichting is een werkarm van het ministerie van Arbeid.